Dank u wel voor de introductie. Inderdaad, we zitten in stormweer. Maar stormen zijn ook altijd een opportuniteit voor de geïnformeerde belegger. We zijn investeerder in logistiek, vastgoed en last mile oplossingen. En we doen dat in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Inderdaad, de portefeuille is op 13 jaar gegroeid van 100 miljoen naar 1 miljard. En de afgelopen 3 jaar zijn we doorgegroeid van 1 miljard naar 2 miljard. We doen dat eigenlijk, en dat is toch wel heel belangrijk om te vermelden, op de grootste logistieke assen. U ziet daar de gouden driehoek Gent-Brussel-Antwerpen en dan richting E313 richting Luik. U ziet Amsterdam-Rotterdam richting het Roergebied. Eigenlijk de gateway to Europe, de toegang tot Europa. Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, Gent en zo eigenlijk richting het Roergebied. Dat is onze eerste markt. En dan in Frankrijk, Rijssel, Parijs, Lyon, Marseille. Een van onze grote sterktes is onze landbank. We hebben nog ongeveer 2 miljoen vierkante meter aan terreinen onder controle die we kunnen gaan ontwikkelen. En eigenlijk door zeer conservatief te zijn in onze investeringspolitiek, zijn we erin geslaagd om een portefeuille uit te bouwen die vandaag een rendement geeft van 4,7% en een bezetting heeft van quasi 100%. Onze grootste huurders zijn zowel logistieke dienstverleners als merken. Misschien toch ook belangrijk om te vermelden, de gemiddelde looptijd van onze contracten op eerste vervaldatum, ja, eerste vervaldatum is meer dan 7 jaar. U zag Amazon daar staan op plaats 9. Ze zullen stijgen naar een veel hogere ranking. We hebben vorig jaar het eerste Amazon-platform Last Mile gebouwd voor hen in Amsterdam. En we hebben vorige week het eerste Last Mile-platform voor hen opgeleverd in Antwerpen. Belangrijk is, als we het hebben over investeren en onze conservatieve manier van investeren, dat u ook goed ziet dat wij die lijn doortrekken naar de financiering. Ja? Het is al aangehaald bij de introductie. Vandaag draait heel veel over de sterkte van uw balans. En we hebben er altijd voor gekozen om ons lange termijn in te dekken, om lange termijn schulden aan te gaan. U ziet daar bonds staan, hè, obligatieleningen, die nog lopen tot 30, 34, 36. We hebben er altijd voor gekozen om eigenlijk zeer conservatief te gaan waarderen. En dat maakt dat wij ook vandaag al weten dat binnen ons groeiverhaal wij die interest voet onder controle houden. Dus wij zijn niet geïmpacteerd door de rentestijging, door eigenlijk die politiek van 100% indekking van onze schuld. We hebben ook een schuldgraad altijd onder controle gehouden. U ziet daar in het verleden hebben wij 50-55 altijd als tunnel aangehouden van schuldgraad. We hebben eigenlijk al in 2019 beslist, we gaan die verlagen. Ja, wij voelen dat die waarden in vastgoed, wij moeten daar voorzichtig in zijn. En we hebben dus nu die tunnel gelegd op 40-45. We zitten nu aan een schuldgraad van 43. En ondanks deze lage schuldgraad, ondanks die conservatieve financiering, slagen we er toch nog in om dit jaar het dividend en het resultaat per aandeel met 7% te doen stijgen. Het is ook onze ambitie om dit groeiverhaal verder te zetten. We hebben vorig jaar Track 24 aangekondigd, een groeiplan op 4 jaar tegen 2024, waarbij we het resultaat en het dividend met 20% willen laten stijgen en 800 miljoen willen investeren. Dat is ons grootste groeiprogramma in de geschiedenis van Montea. En waar staan we vandaag? Wel, vandaag, na 2 jaar, enfin, als ik even projecteer naar het einde van het jaar, zullen we al 14% van die 20% afgelegd hebben over de eerste 2 jaar. En we gaan dit plan verder zetten. We hebben ongeveer 500 miljoen aan investeringen vandaag al geïdentificeerd van die 800 miljoen die we wensen te doen. En we hebben, ik herhaal het, die landbank van 2 miljoen vierkante meter waarop we eigen ontwikkelingen is gelijk aan hoger rendement, gaan kunnen realiseren. Belangrijk is ook om te vermelden dat wij erin slagen om die inflatie die ons allemaal raakt door te rekenen aan onze klanten. Onze contracten hebben een automatische indexatieformule. Herinner u de looptijd? Meer dan 7 jaar. Dat wij die contracten nog gaan kunnen indexeren. En die index, wel, als we ervan uitgaan dat die rond de 10% zou zitten, die inflatie, dan zullen wij 6,5% kunnen doorrekenen naar onze klanten. Niet onbelangrijk. Denk aan het groeiverhaal wat ik u beloofd heb. We hebben ook een ESG-ambitie, een sterke ESG-ambitie. We willen tegen 2030... 55% van onze CO2-uitstoot, zowel in onze bestaande portefeuille als in onze groei, als in onze nieuwe projecten,
verminderen. En we worden daarin erkend door onafhankelijke organismen. We hebben een goudrating bij EPRA en we hebben 77% GRESB-score. Dat zijn onafhankelijke ratings door externen op onze ESG-strategie. Maar ik wil het toch even hebben over de fond van ons verhaal, de Activa-zijde. Logistiek vastgoed en last mile vastgoed. Dat zijn eigenlijk twee takken die totaal verschillend zijn. Logistiek vastgoed, u ziet hier het gebouw dat we hebben gebouwd voor Carglass 2 jaar geleden in Bilze. Dat is eigenlijk de buffer voor de distributie. Ja? Daar worden eigenlijk buffers opgebouwd die later in verkoop gaan. En die buffers die zijn eigenlijk nog nooit zo groot geweest. Waarom? Er is inderdaad heel wat onzekerheid in de aanvoerketens. Ja, havens zijn gesloten, luchthavens zijn gesloten. Er is onzekerheid over de prijzen. Consument is onzeker. En dus heeft men ervoor gekozen om grotere buffers aan te leggen. Wat er eigenlijk toe geleid heeft dat effectief we die bezettingsgraad van quasi 100% hebben. We zijn eigenlijk van een just-in-time-strategie, die we allemaal nog kennen van vroeger, naar een soort just-in-case-strategie gegaan. Hetzelfde kunnen we eigenlijk zeggen over die last-mile-oplossingen. Wat zijn last-mile-oplossingen? Het zijn eigenlijk consolidatiecentra aan de rand van de grote steden, waar dat eigenlijk alle goederen worden toegevoegd. En vanaf daar, u ziet dat vooraan, deze hebben we voor DHL gebouwd, vooraan komen de vrachtwagens toe. En achteraan zijn er 100 kleine poortjes van waaruit elektrische camionettes of cargo bikes dan vertrekken en de stad ingaan. We hebben ervoor gekozen met Montea om echt een landbank aan te leggen waar we nog zo verschillende oplossingen kunnen bouwen. En ik denk dat dat belangrijk is en alleen maar belangrijker wordt in de toekomst. Om een idee te geven, online shopping. We zitten nu in fysieke distributie, ja, logistieke distributie door e-commerce, ongeveer aan 8 miljard die vorig jaar is omgezet. Per miljard extra, zegt een studie van CBRE, is er nood aan 1 miljoen bijkomende vierkante meters aan logistieke oplossingen. Dat zou willen zeggen, als we in België 3, 4 miljard stijgen in e-commerce, dat we nog 3 à 4 miljoen vierkante meter aan logistieke oplossingen nodig hebben. Nu, u weet met mij, wij hebben die terreinen vandaag niet. Die terreinen zijn er niet. En wij als Montea zijn ook geen vragende partij om morgen groene terreinen gaan op te geven voor bijkomende logistieke oplossingen. Wij moeten gaan naar innovatieve oplossingen, zoals we gedaan hebben in Bluegate, de herontwikkeling van Petroleum Zuid, sanering van een terrein en herontwikkeling naar stadsdistributie. We moeten in de hoogte gaan, zoals we gedaan hebben voor DPD in Vilvoorde, een gebouw op 2 verdiepen. En wij moeten meer en meer gaan inzetten op watertransport. Daar geloven wij heel sterk in. En voor al die oplossingen hebben we een team uitgebouwd in de 4 landen die dat moeten gaan realiseren. Nu, ik zie dat mijn tijd bijna om is, maar ik ga toch 2 minuten extra vragen. En dat is om de olifant in de kamer te benoemen. Want ik heb u een heel positief verhaal verteld over onze Activa. En inderdaad, u hebt het al vermeld bij de inleiding. Dit positief verhaal ziet u vandaag niet in onze koers. We zijn vanavond afgesloten aan een koers van 79,80. Dat is ongeveer waar we de afgelopen week rond noteren. En eigenlijk moet u die koers zien in verhouding tot onze netto-activa-waarde. Wat is onze netto-actiefwaarde? Dat is eigenlijk alsof we morgen al onze gebouwen zouden verkopen aan de boekwaarde, al onze banken terugbetalen waar we nog schulden hebben en de rest van wat er overblijft delen over die 16 miljoen aandelen, dan zou elke aandeelhouder 70 euro krijgen. Met andere woorden, u koopt vandaag een aandeel aan de prijs van de gebouwen die al in de portefeuille zitten. U betaalt dus vandaag niet voor het potentieel van die landbank. U betaalt niet voor dat team in de 4 landen die nog elke dag op zoek is naar nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. U betaalt niet voor het groeiverhaal dat wij u beloven in de volgende jaren. Ik ga het nog op een andere manier zeggen. Mocht u 1 jaar geleden geïnvesteerd hebben, dan had u een rendement van 3%. Vandaag, ik heb u gezegd dat we dit jaar naar een resultaat gaan van 4 euro. Aan de koers van vanavond is dat 5,73%. Dat is een stijging met 273 basispunten. Nee, dit is geen foute slide. Het was eigenlijk het gevolg van een gesprek dat ik vorige week had met een Amerikaanse analist. En die zei over de Activa. Er zijn 3 zaken waar we in geloven. Beds, sheds en mats. Alles wat te maken heeft met residentieel vastgoed, quoten bijvoorbeeld. Alles wat te maken
heeft met sheds, met logistiek, en alles wat te maken heeft met mets, verzorgingstehuizen. Dat zijn eigenlijk de zaken waar men op de Activa-zijde van overtuigd is dat de vraag er zal blijven, dat de inflatie zal kunnen doorgerekend worden. Dit zijn niet de asset classes waar u zich zorgen moet over maken. Maar u moet wel kijken, zoals dat u zei in de inleiding, naar de sterke balans van de bedrijven die ermee bezig zijn. Met andere woorden, ja, de vraag die is er. Zowel voor onze logistieke vastgoedoplossingen als voor onze last mile. Ja, we hebben de landbank om dat potentieel nog te beantwoorden. Ja, we hebben het team en we hebben de ideeën om dat te gaan doen. Ja, wij kunnen de inflatie doorrekenen. En ja, wij hebben onze schuld vandaag onder controle. Dat is altijd onze strategie geweest. Met andere woorden, ik ben overtuigd dat het aandeel zeker op vandaag een koopopportuniteit is. En als u mij nog 1 minuut extra geeft, dan zou ik die nog even onze visie daarover willen delen. Let's be real. We doen het allemaal. Online bestellen en thuis laten bezorgen. Dat betekent dat er dagelijks miljoenen pakketjes onderweg zijn in België. Om al die pakketjes op de juiste plek te krijgen, is transport nodig en logistiek vastgoed. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat betekent niet dat we België moeten laten verdozen. Laten we slim met de schaarse ruimte omgaan en duurzame oplossingen ontwikkelen. Multifunctionele gebouwen bijvoorbeeld. Laten we nieuw logistiek vastgoed ontwikkelen op reeds bebouwde locaties. Zodat we niet steeds op een andere plek bouwen. Laten we veel duurzamere gebouwen realiseren, meer materialen hergebruiken of gridprojecten ontwikkelen en slimme oplossingen inzetten voor stadsdistributie. Let's be real. We kunnen dit samen aanpakken. We gaan graag met u in gesprek. Dank u wel. Zo.